Sinds de opening in 2010 stinkt het bedrijf Abengoa eigenlijk al hier in de Europoort. Tientallen klachten komen bij de milieudienst DCMR binnen van bewoners uit Maassluis en Brielen. En waarom? Omdat ze in Spanje, waar het moederbedrijf zit, geen enkel idee hebben dat ze eigenlijk stinken. En in Spanje zijn ook de woonlocaties verder van de fabriek verwijderd. En met name die afstand zorgt ervoor dat we in Spanje nooit klachten hebben gekregen en dat we hier wel klachten krijgen. Voor ons is dus nieuw dat de woonkernen die zo kort op de fabriek staan, dat we daar nog zo nadrukkelijk in onze geur aanwezig zijn. Maar hoe komt die stank nu precies tot stand? Om bioethanol te maken worden grote hoeveelheden mais in een container gegooid, die met behulp van bacteriën zeer snel wegrot. Bij dat proces ontstaan ook allerlei gistingsluchten. Als het mais volledig is weggerot, wordt water onttrokken uit de pulp. Hierdoor ontstaan er nogmaals gistingsluchten. En deze worden nu zo in de lucht afgevoerd. Hier in dit groene gebouw wordt alle stank nu veroorzaakt, waar iedereen zoveel last van heeft, die gistlucht waar iedereen het over heeft. Maar straks, daarnaast, komt een nieuw gebouw. En daar komt een apparaat in te staan wat ervoor gaat zorgen dat het straks niet meer gaat stinken. Ja, dat is een naverbrander en dat is eigenlijk een oven met een hele hoge temperatuur, 850 graden. En bij die temperatuur blijft de geur, die wordt compleet kapot gemaakt, die wordt vernietigd. En zolang die oven maar 850 graden is en je al die dampen erin brengt, worden al die dampen vernietigd en zijn ze reukloos als ze eruit komen. Met de bouw van deze verbrander is 3,4 miljoen euro gemoeid. En over 3 maanden moet die klaar zijn. En dan hoopt het bedrijf voorgoed af te zijn van de stankklachten. 1 januari 2014 zult u ons niet meer ruiken. Nee. Hou ik u aan dan hoor. Mag u doen.